woont hij? Ik woon hier, joh. Want Ruiger, is dat een winkel of wat is dat? Geweest. Wat voor een winkel? Loodgieters, elektrisch, huishoudelijke artikelen. Oh, dus dat is een handige? Ja, ik maak ook voor die kinger als die neef, ik kan het even aanzetten, wacht. En dan heb ik alles... Lood gewoon. Ja, ik heb van alles, hè. Het Doevenmuseum. Dat is magisch. Heb ik al. Nee, en van de koperen, dat komt natuurlijk van de buurzaaf, of niet? Van het Loetje. Ja, de kopersleger, ja. Ja, dat merk ik ook. Dat zet ik mee voor de etalage neer. Voor de kinger en een kerk. Zet ik even te knoeten. En dit was vroeger de winkel? Dit was vroeger de winkel, ja. En nou, ik heb boven nog, maar ik hoef ik niet naar boven toe en ik heb even een bij. Even kijken, wat gebeurt er? Ik huur wel wat zoomen. Ja, hey. Wacht, dat is natuurlijk dan helemaal één motor. Och, dat geeft het niet. Ja, en daar heb ik ook mee van alles zo, ja. Kijk, ik heb een boot gemaakt, heb ik in het water gedaan. Kijk naar Gerrit te gaan. Waarom heet een boot Harry, maat? Omdat ik met mijn broer, dat is een invalid. En daar heb ik er samen mee gemaakt. En aan de ene kant zit zijn vrouw op koos. En tussen die geit en dan geit dat ding daar, dat zit dan vastgemaakt. Zo staat. En die geit op en neer, zo. En hier heb ik een visser geit op en neer. Dat heb ik toch allemaal mee verbonden. En dan heb ik hier een ventilator neergezet, dat het een beetje bleus. En gewoon die vissen een beetje op en neer. Och, nou zie ik dat de ventilator wat is hieronder op zit. Ja. En dan moet ik toch met vlindertjes doen. En daar heb je schik in als met name voor de kinderen, als die hier stond te kijken? Ik heb dat voor de kinderen gedaan. Die kwamen niet neer en dan heb ik eens wat neergelaten en stonden hier als je te kijken. En die komen er vullen, ja, met de kinderen neer. En door ook, dan zag ik er een kerk neer en dan het fort. En dat met neesjes aan en... En speelt je dan ook nog een beetje op de tijd van het jaar in, met kerstmis of zo, of met Sinterklaas of... Ja, met poos heb ik er kiepjes in zitten. Toch geen levende, hè? Levende, joh. Och, gangen weg. Echt hoor? Ja, zeker. Dat kom met poos dan een keer terug, jongens. Ja, daar zit er kiepjes in, joh. En zo uit, joh. Hé, hey, nou zit iemand van de Cameroy, ja, Doevenmuseum, hè? Ja, heb ik wel. Laat kieken. Ik ben een poetsen door, maar ja. Wat, het poetsen bij de doeven? Ik moet dat poetsen, jongen. Ik kreeg bij 20 maanden per dag op een zee. In het doevenmuseum? Ja. Nee, ook zo. Alle hoeren voor doeven. Was het nou zo? Ik had je al zo'n vermoeden. Maar nee, ik kijk ook lekker naar dat programma. Maar ik vroeg me zo'n klein beetje aan. Wie kom je nou de zo rond en hoe kom je in een eindgreep? Wie maak je van de koper? Jij ook door bij de schoester ergens aan kunnen komen. Nummer iets. Bij de schoester? Ja, ik nummer nou, wie zei je, hè, we waren net in Blierik, in Durp. En bij de Meulenbeurs. En toen zei je van wetse wat, voordat we naar de staat rijden, laten we nog eens even op de poorke plaak gaan kijken. Ah, zo hè. In Hol Blierik. Want volgens mij hebben we nog nooit een aflevering in Hol Blierik gedraaid. Hè? Nee. We zien hier wel eens doorheen gereden. Maar ja, daar komen we mijn maatje niet tegen. Je landt aan en dat je de winkel ziet. Ik had je het gezien, maar omdat het zocht een beetje uit wie in een toe tent. En toen zien we doorgereden en toen had je Sander. Hé, hey, dankjewel hè jong. Toch wel een goede vervanger voor Rudy hè. Misschien moeten we eens een keer een switch maken. Een krollen. En toen zegt Sander van, ik zoog beweging achter het hoes. Mm-hmm. En toen zien we achteruit gereden. En volgens mij had je ons toen ook in de smiezen, of niet? Hij had het er net over. Zeg God op de rieten hier. Ja, je zei het net. Dat is en hij het er net over, ook nog. Want het is, ik zeg dat is net zo, als je van de duivel spreekt, dat rutsen we op een stert. Ja, dankjewel. Ja. Maar hij zegt toch echt een auto. Maar hij net over het museum, het Doevenmuseum. Dan maak ik mij hier graag aan. Ja, dat word ik de oude van al. Dat weet ik zeker. Ja. De koperen. Ik heb dat eigenlijk voor mezelf gedaan. Voor mezelf ben ik begonnen. Ik heb Tietza, die moet wat gaan doen. Eerst verkocht ik die klokken aan die Polen. Want die Polen hebben ook een geld zat. Ja. Dan kopen die is zich dat ook. Zo, ja. Maar,
Maar heb je dat ook een beetje gedaan hoe je de winkel niet meer hebt en de bedrijf niet meer hebt, om nog een beetje gewoon wat volk over de vloer te hebben? Nou, dat ik zelf, angst is iemand te praktiseren. Dat is niks. Nee, dat is niks. Ik heb de stassen gekloost. Gisteren is mijn vriendin heen geweest, ze heeft me dan wat gepoetst. Eerst ben ik heen begoos. Maat heeft een vriendin. Ja. Maar gewoon niet samen. Nee, dat kan ik niet. Ik wil het is te goed invullen. Maar ik mag hier even de lampen dan maar aan. Maar ik kijk nu eerst door. Wie is dat, die hier bij de ingang zit? Die met de snor? Ja, dat is een duvenmelk, ratje van Thijssen. Dat was een bekende duvenmelk. Ook ja, en is de ziek geworden. En dan heb ik de kum dukker kieken. En dan heb ik een man gemaakt. Ik heb er twee. Een medaille, een van de duven. En dat is een hele brave. Ja, ik zie het. Ja. En maar, dus ook goede kokende koers. Maar ik wel vroeger al mee bezig. Het was een vleger. Het was een vleger zien, Klaas Beer. Maar dit is goede koper in de koers als maatje. Maar ongelooflijk. Ik neem aan. Ik heb mijn werkplaats. Hé, wacht, dat ziet jij? Ja. Oh, dus geen woord ook nog een goeie nog? Of je ja, ziet een goeie? Geweest. Maar later dan nog maar zoeken. Ik kan het nog maar. Ik ben een goeie geweest, joh. Mijn koorts is er wel. Maar je zegt nou van ik kan het niet meer? Nee, mijn gezondheid doet het niet meer zoeken. Ja. Dit speelt niet meer, want is dat hard werken dan, de hoevenmelken? Nee man, ja. Ik heb een heel goed hoes en ik moet alles alleen doen. Ja, mijn vriendin die kan mij helpen. En dat is ook van een hele beginner, van Jans van Belfel. Dan heb ik zo'n dienst neven gemaakt en alles. En hij, mijn vriendin, die heeft een kind. En ik stond als ze met Sinterklaas kwamen, heb ik hier een open haard gemaakt. En dan laat ik de cadeautjes neer. En dan zei ze, dat moet weg. Ik zeg, dat zet ik dit schoen toe. In het museum? Heb ik dat schoen erop gemaakt, dat vind ik leuk. Het van vroeger. Dit zijn heel oude klokken. Ik heb honger in de 80, oude klokken. Hey, maar hoe komt dat krijg dan allemaal vanaf? Schenken ze dat aan de oog of geven ze dat? Ik heb heel veel gekregen, maar ik ging ook allemaal de melten af. Hoeveel melten? Ja. Doen ze dat veel weg dan, zo'n grij? Als ik dat vroeg wel. Ja, ik kreeg er vuur van. Want er zit in allerlei merken zitten tussen. Dat zijn prikklokken. Dat waren van vroeger. Nou, toen maakte ze een aanslag. En heeft zo met een, als een doef kwam, deed ze een busje in met een bandje en dan drukte ze erop en kwamen heen in een spel te prikken in. En dan kostte ze 7 uur later dat ze de doeven gedraaid hebben. En de kans maar één keer prikken? Nou nee, dat kan er wel uit al 26 zijn. Sorry. Maar kan ze er niet mee voetelen dan? Ja, dat hebben we nog niet meer gewogen. Je weet niet, sommigen die draaien zo hard, ik denk dat moet dat zijn. Dat kan ze hem nu aanbreken, dan voetelt hij niet mee. En dan echt een duvenmelker voetelt niet? Nee. Dan kan ik niet straks niet stoppen, daar haal ik het vast. Nee. En dit is mijn beste duif die ik gehad heb. Dit heb ik. Daar heb ik de eerder beginnen gemaakt. Uit Venlo. Nee, hoe bier ik? Wie had er weer? Kanjots. Die heeft me die duif gemaakt, de 79. Ik heb hem mooi gemaakt, hè. Heeft hij nog gemaakt. Die liek ook goed? Precies. Ja? Ja. Dat is ze echt. Als ze deze doef nou tussen 30 andere doeven zoiets. Had je dit al dan even gehoord? Dat had ik goed, ja. Dat als de doeven van de vlucht komen, dan kan ik al zien wat voor dat het zin. Ik zeg dat ze 78 of 53 of de 16. Aan de manier van vliegen? Al gaan komen. De manier ervan, ja. Want ik doe nog een wedstrijd mee, hè. Dat toch nog wel. Ja. En dat zijn die computerklokken. Nou, dat is een altijd, dat heb ik ook van hem gekregen.
Dus vandaag heet het met een antenne. Dat waren een tietzuiker, dat is ook al verleden tijd. Die blijven aan het verhangen. En als een kerstje kapot is, zeg ik, koop die maar niet. Ik heb deze eigenlijk dit zo'n kruisje laten vallen, een nie. En dan werd het kleesje los. En dan bel je het erop, kun je mij dat maken? En hij zei, dan kan ze beter een nie kopen. Dan heb je een wasmachine, als dat 10 jaar oud is, kan ze beter niet meer... Wat maken is te duur? Ja, en dan kan ze je niet verkopen, dan hoeven ze nog niet te maken. Zo gaat dat al vandaag. Hey, en elektronisch. Wat zien we nou door precies? Want dat ziet er eigenlijk ook wel bijzonder uit. Wat heet tussen die liefst? Ja, dat is... Dat heb ik van een doeve merken gekregen, de vaders doet. En dat is Bongers. R.H. Bongers, die wonen in Misbree. En dan als ze heel goed reizen, kosten er boedepers en blackpul. Dan kregen ze gouden medailles vuur. Of verguld, dat weet ik niet. En dat heb ik hier opgehangen. En dat vind ik fijn. Een oude schilderij heb ik dat goed gehoord. En hij vroeger deze nestpeulen, als ze doeven weggingen, deden ze de eieren weer. Dat is ook een broedmachine, maar dat deed ze vroeger met dit. En dan kreeg ik die dingen om dit. Dus hier komen u vandaag mij wel eens 20 mensen? Ja, de meisjes verkoop je te drinken. En voor allemaal vlaai horen, zeggen die. Ja, nou snap ik ook waarom je eigenlijk ook geen tijd meer hebt. Nee, want ik ben een poetsendag, maar ik heb dat vanmorgen niet veel gedaan. En hier staan heel oude klokken. Het is een klok van mijn vader, en dan zei je tegen mij, je moest ze nooit wegdoen. Dat is deze. En dan kun je merken als het een hele oude klok is, en dan pak ze een sleutel, en normaal draait ze rechtsom, zo. Maar dat gaat niet, dan moet ze linksom opdraaien. Dan kan ze zien dat het hele oude is. Dus die oude moet ze linksom draaien? Ja, daar heb je vier ogen staan. En die lopen hier. Nou, hier mag ze. Ik ben al net met de kapper geweest, dat kun je goed doen. Klinkt als een klok. Ja.